Zo, we zijn hier op het dak van de Harry Koningsbergstraat 82 met zonnepanelen en een dak waar de regen in blijft liggen. Het loopt van het midden, moet het eigenlijk naar de afvoer, maar daar komt het nooit. En de afvoergoten raken verstopt met bladeren. We hebben een geweldige mooie boom die enorm veel bladeren op het dak gooit en alles verstopt. Maar het dak is ook gewoon zodanig dat het blijft liggen in het midden. De afvoerputjes raken vaak verstopt door bladeren en modder. Deze is ook weer verstopt. Kijk, deze was weer verstopt en dan loopt het weer. Dus de vraag is, hoe krijgen we iets dat niet verstopt raakt en dat toch gewoon tegen bladeren kan? Toen we lekkage hadden bij de koepel, hebben ze er overheen geplakt. Maar de afvalpijpen, die zijn ook afgeplakt. Hier zat vroeger een gat. Aan de andere kant van de koepel is ook weer een pijp. Maar die hebben ze ook afgeplakt. Bijzonder dom. Ik heb dan ook een probleem met de aluminium naad. Die is niet goed afgedicht en daar komt water onder en dan komt het in de muren en daardoor is het huis vochtig. Hier is één afvoer. Daar is nummer 2. Nummer 2. Daar in die hoek is nummer 3. Net onder de boom. Nummer 3 raakt heel snel verstopt. En dan gaan we naar nummer 4. Die ook gewoon veel bladeren vangt en dus ook vaak verstopt is. En dan hebben we hier nummer 5. Die raakt iets minder verstopt, maar er zit geen afvalbakje onder. En ze hebben nummer 6 en aan de andere kant nummer 7. Goed, beste vakman, ons huis is vochtig. Het komt gewoon langs de muren als er heel veel geregend is en het dak helemaal vol blijft staan met water. Hoe lossen we dat op? Nou, daar wil ik graag een offerte voor hebben. Dus kom langs, bel me 0647 180 864. Wat denk jij dat moet gebeuren, Vince? Misschien een tralies over het bakje. Over het bakje, zodat het dat de bladeren worden tegengehouden. Oké. Het hele dak is ongeveer 20 bij 5 aan de ene kant en 20 bij 10 aan de andere kant. En een mooi torentje. Ik zie uw voorstel graag tegemoet.